We zijn weer klaar om ons wat aan me zeiden, hè? Zeg dat we klaar zijn om ons weer wat aan me zeiden. Ja. Ah, zo wil ik het door, zeg. Maar geloof me, jij zijn nooit niet oud om te lachen. Ik zeg ik zelfs blij dat ik zo oud geworden zijn. Ja, ik zeg altijd waar me dat van ons al gaat. En die na ons komen, die moeten het nog afwachten. Er zijn er partijen die ongerust worden als ze wat jaren krijgen. Ja, ik ken er een die was juist op pensioen. En die ging zijn eigen niet meer laten onderzoeken. Hij zei tegen die dokter: dokter, denk te gaan dat ik nog 10 jaar te leven heb? Zegt die dokter: rookt u? Nee, dokter, zei ik heb nog nooit gesmoord. Drinkt u? Nee, dokter, zei ik. Je bedoelt alcohol? Nooit. Alleen thee is een glas melk en verdrukt water. Zegt een dokter, in uw seksleven, houdt u nogal van de vrouwtjes? Nee, dokter, zei ik. Nee, ik ben zelfs nooit getrouwd geweest. Er zijn seks, dat zijn maar helemaal niks. Die een dokter bezeten, maar zei voor wat wilde jij dan nog 10 jaar leven? Ja, de ene is natuurlijk de andere niet. Hè? Ze waren er 2 vrienden met een troep. En nog in een legerdienst hadden die elkaar nooit meer teruggezien. Tot als ze gepensioneerd zijn, komen ze elkaar toevallig tegen. En ja, dan beginnen de herinneringen, hè. Zegt die ene, zeg. Weet je dan nog, jongens, dat ze door die kamfer in onze koffer deien? En zij wilde geloven dat ik daarna pas begin geworden te ja, maar die wist dat dan toch nog? Ja, maar pas op, je hebt er ook veel die beginnen te vergeten, hè. Allee, de Drey bijvoorbeeld. De plazaten vangt ze. Die had het over de vrouwkes. Hij zei, dat dingetje van een vrouw. Dat dingetje. Allee, hoe heet dat nou weer? Dat dingetje zo. Allee, zo juist in het midden. Allee, dat dingetje tussen haar benen. Allee, dat klein dingetje. Hoe is dat nou mogelijk? En deze morgen lag het nog op mijn tong. Ja. Meneer en madame van Toijegem, die waren 60 jaar getrouwd. En de burgemeester die kwam hen thuis feliciteren. Na de speech zegt dat vaderke: ik heb van mijn leven geprofiteerd, zullen meneer en burgemeester. Oh, onder ons gezegd en gezwijgen, ze ziet er nou wel bij, hè, maar ik heb er wel horen droger gemoksel. Zegt dat moederke: ik heb maar één. De gust die een oerde niet gewoon meer. En een dokter die had hem zo'n oerapparijke voorgeschreven. Na een week moet hem zo eens terug op controle komen. En een dokter zegt: wel meneer, hoe is het nu? Goh, zegt gust, heel goh. Aha, zegt hem. En zullen ze thuis nu wel tevreden zijn dat je terug alles kunt horen? En ik heb het u nog niet gezegd. Zeg maar, ik heb al draag hier mijn testament veranderd. Ja, zo'n nou mensen doen soms aardig zijn. Alleen de man en de tist, die waren alle 82 jaar. En alle dagen deden hun wandelingen in het park. En dan gingen ze altijd op dezelfde bank een uur of 2 zitten rusten. Maar zonder een woord te zeggen. Hè. Op een zekere keer zitten ze er weer.
komt er door een derde baas zitten. En al een uur en dat, zei die derde. Ja, ja. Die is toch recht in die gaat daar. Maar een dag nog ding zaten ze er weer. En die derde kwam weer ongewandeld. Zei de man, kom on, tist, we zijn weg. Daar redden die zogen aan weg. Een koppeltje, die gingen voor hun gave jubilee op prijs. Ze komen ergens in een hotel, waar alles was bezet. Die receptionist die zegt, ja meneer, ik heb nog alleen de bruidssuite. Hij zegt, die houden we zo lang mogelijk vrij voor jonge koppeltjes om hun huwelijksnacht door te brengen. Die vindt, kom, dat is nou niks niet meer voor ons. Alle meneer, zegt de receptionist, voor wat niet? Het is nou niet omdat je nog een dancing gaat, dat je heel de nacht moet dansen. Die had voor zijn 70ste verjaardag van zijn vrouwke karouwe sloefjes gekregen. S'avonds gaan ze slopen en hij was helemaal uitgekleed. Alleen zijn karouwe sloefjes, die had hem nog aan. Dan zei hij tegen zijn vrouwke, hij zei, schat, zijn hij eens. Mijn karouwe sloefjes, zing me jefke ook heren. Ja, hè? Zij dus, hij zit er altijd in. Ze zei, amai, had ik dan maar leveren, karouwe klaks. Ja, bij een apotheker komt er een en een doosje condooms vragen. Die legt 500 frank op de toeg. En die apotheker zegt, kunt het niet passen? Nou, ze had hem, dat is niet nodig, het is voor mijn schoenbroer. Ja, maar het is toch nogal eten. Ik denk dat de apothekers dat tegenwoordig meer verkopen als medicamenten. Ja, en nou vooral komen ze tegen, hè. Ja, in zo'n volkscafé, hè. Daar hongen ze twee condooms onder de toeg. Die Belzit die zegt, wat mag het voor alles aan? Twee flutjes, zeg ik. In een villa, daar lag zo'n jonge kerel bij die madame in bed. En hier zei hij, ik hoor mijn man thuiskomen, maar ook dat geweest zijn. En die doodt die gast, al ga op terras. Na stot hij er boten in zijn blote flikker en dreigende papenstijl. Komt er toevallig zo'n groep van die joggers voorbij. Zo. Je denkt, dat is het. Die springt van dat terras en die loopt met die joggers mee. Maar die er net van loopt, die bezicht die. Die zegt, loopt jij altijd zo nokt? Ja, zei hij, ik zweet nogal gemakkelijk. Zegt hij, en altijd met een condoom aan. Nee, je zei het hier, alleen als het regent. Als je zo'n condoom helemaal afrolt, zo, dan heb je zo helemaal ten einde zo'n katsjouwer ringetje. Daar staat het op geschreven. Doe je dat al gezien, meneer? Dan krijg je die toch ook niet tot een einde. Jammer is, sommige vrouwen die hebben tegenwoordig geen man meer nodig, hè? Nee, die gebruiken zo. Allee, zo. Een mannelijk vibrerend lied zo, hè? Wel, ze was er zo een vertegenwoordiger in die dingen.
En die had dat adres gekregen van een club van weduwen en al hier stonden vrouwen. Die gaat er met zijn marchandise naartoe. Wordt ontvangen op het bureau van de vuurzitster. Doet ze kofferken open. Waar dat allemaal verschillende modellen en moten in liggen. Zegt die vuurzitster. Oeh, die grote witte dikke met die geldstreppetjes. En die een blinkende kop is vermoord. Zegt die madame. Nou ja, dat toch kuis genoeg. Maar een thermos verkoop ik niet. Er zijn tegenwoordig vrouwen die straffer zijn dan de mannen, hè? Ja, over tijd nog, ik stond in pan met de auto. Ik bel naar Toring Wijgenhulp. Komt er toch zo een technieker, maar dat was zo'n schoen, jong wefje. Ze zei, wat is er, meneer? Ik zeg, oh, ik krijg hem niet meer in gang. Die doet die kapot op. Die maakt met haar tong haar twee wijsvingers nat. En die voelt ermee aan de plus en de min van de batterij. Ze zei, meneer, uw batterij is kapot. Ik zei, heb je dat zo rap gezien? Oh ja, meneer, zei ze, als ik met mijn natte vingers aan de plus en de min vul en als dan mijn spiraaltje niet opwarmt, dan is het kapot. Een jong koppeltje, die zat er gezellig in de donkere te vraaien. En hij vroeg, mag ik nou eens met mijn vinger in uw nagel een boy kittelen? Zij zei, ja, maar stilletjes, hè. Hela, zei ze, hela. Dat is mijn nagel een boy knissen, hè. Ik weet het wel, zei ze, het is mijn vinger ook niet. Drie mannen, die worden ontklagen over hun vrouwen. Zei die eerste, als ik bij de man, zei hem, s'avonds een blokje ijs in haar nagelenboek leg, dan is dat 's morgens nog ijs. Pah, zei die een tweede, als ik bij de man, s'avonds een beetje water in haar nagelenboek geet, dan is dat 's morgens ook een blokje ijs. Zei die een derde, als ik de man naar binnen open trek, sloeg de chauffeur zo. Ja, er zijn er natuurlijk ook anderen, hè. Ja, een vriend van mij, die is een vrouw, die had naar een dokter dieetpillen gaan vragen. En op een paar dagen stond ze er terug. Die zegt, dokter, kan dat nou van die pillen zijn dat ik zo driftig word? Ze zegt, ik heb gisteravond met een man zijn nakel afgebeten. Zegt die dokter, dat is niks, madame, dat zijn maar 14 calorieën. Boer Nelis, die kwam voor de eerste keer in een casino. En dan zit er een van zijn gebeuren. Wel, wie dat we door hebben, zegt hij. De kopen. Hij zegt, wel. Hoe is het, jong? Zegt hij, poef, het had beter kunnen. Ik zeg, dat is 1000 francs op de 7. Ze drogen en de 7 stond er, jong. Gewoon 36.000 francs. Zeg, ja, te staan. Ze drogen, weer de 7. 36 keren 36.000 frank. Weet je wat dat is, jong? Dat is 1.290.000 frank. Ik zeg, nou, alles of niks. En klaar staan. Ze draaien. Nou, de dieren 21 zijn alles kwijt. Zegt Nelis, nou, mijn vriend toch. Als dat bij mij moest gebeuren, hè. Ik wist dat ik mijn ballen inslikte. Zeg, kom maar, ja. Hier is al gepasseerd, een andere ziet nog niet.
Jammer, in die casino's, daar gebeuren drama's en mannen. Ja, ik zag er eens hier een boot te komen, hè. En voor de deur van die casino krijgt hij een hartaanval. Die zakt er niet, gelijk een zak patatten. Ik loop er naartoe en gelijk erbij zijn, zei die vent zoveel dat hem nog kan. Een laagbieder, een laagbieder. Zeg, maar meneer, je bent abuus, je bedoelt zeker een dokter. Nee, nee, zeg, nee, nee, geen tussenpersonen. De Gerard die kwam thuis van een dokter en zijn vrouw vroeg. En wel, had hem kunnen groeien wat dat gaat? Boos zei Gerard, toch bekend. Ik had 1000 frank in mijn zak en hij had er 950 gevraagd. Margrietje die was een maand in verlof geweest in een nudistenkamp. En haar vriendin die zegt, hoe is dat nou mogelijk? Een maand in een nudistenkamp. En ga zij niks broeien? Jongens, zei ze, jongens zeg, ik trouw in oktober en hij wil absoluut dat ik in Twitter af. De paus. Een van zijn razen weer hem gelogeerd in een klooster. In de salon stond er een prachtige vleugelpiano. Maar tussen die snoren stak dat vol tampax. Oost bezeten, hij zegt, wat is dat? Zijn moeder overste, dat weten wij ook niet. Maar bij elke rol wc-papier die we kopen krijgen we zo'n doosje cadeau. En toen zuster Marie vroeg waarvoor dat diende, zei die man, dat is voor in een viool te steken. Ze zegt, maar wij hebben geen viool, daarom steken we het maar in de piano. Vanaf dat de paus ons landje bezocht heeft, heeft hij nog altijd veel succes. Hè? En vooral in Antwerpen. Hè? Ja, er worden nog altijd roepen. Pauske kees, pauske fruit, pauske mosselen, pauske soep. Twee mannen, die stonden voor de poort van de hemel. En Sint-Peter vroeg door die eerste... Hoe dikwijls hebt gij uw vrouw bedrogen? Zegt hij, ja, dat is moeilijk te zeggen. Iedere keer als ik de kaas had. Sint-Peter doet hij zijn twee grote witte vleugels aan. Hij zegt, voilà, gaat u maar binnen, nu bent u een engel. Die een tweede krijgt dezelfde vraag. En die zegt, ik heb maar één vrouwtje gekend. En nu ben ik heel mijn leven trouw gebleven. Sint-Peter doet die twee klein bruin vleugeltjes aan. Zei die man, ben ik nou ook een engel? Nee, zei hem, ga eens in een nool. Zo'n straatbengeltje, die zei de man uit een bordeel komen. Dat manneke gaat er naartoe en die zegt, ik weet wat dat gader gedaan heeft. Die vent gaan betijden, die gewoon in zijn zak heeft dat jonk 100 frank en zei, allee, ik ga naar spelen. Maar die kleine volgt hij tot onze noos. En daar zei hij, nou weet ik ook wat dat gewoond. Die vent gaat weer in zijn zak, heeft hij weer 100 frank en zei, allee, vroeg, en houd nou een bibbel. Dat manneke komt thuis en die vertelt de geschiedenis onze moeder. Zegt die moeder, maar jongen toch, dat moet je nou toch niet doen, ze weet. Ga je morgen vroeg direct naar de kerk en je gaat dat bichten, hè. Sanderdorst naar de kerk, die komt post van de mis. Hij zei, moe, nou weet ik ook wat dat dan werkt. De kleine die stond te loeren op het sleutelgat van de slopkamer van de maat. En moeder komt er op poot. Die zei, hé, zei ze, hé, dat mag niet, hè. Ga mij gaan eens loeren wat dat tieneke er doet.
We zijn jonge Tineke doen niks. Het is onze pa die je op een neer wipt. Twee broertjes die loren ontsleutel gehad van hun ouders, zei die eerste. Ik ben eens curieus wie dat er vandaag zal winnen. Zei de ander, ik denk onze pa, want die lijf van boven. Zei. Je kunt die kleine mannen niet meer volgen, hè. Alleen maar een kleinzoon, die was 9 jaar. Vroeg hij naar mij, bompa. Hoe lang is de penis van een leeuw? Zeg maar, jongen, wat vroeg de gaan, hè. Dat weet ik niet, hè. Hij zei al, zeg die zeet. Ik zeg, joh, denk ik zo een 20 centimeter. Zij zegt dan tegen mamer leeuw. Draaklaangasten, die hadden het over hun vader. Die een eerste zegt, als mijn vader smoort, dan komt de smoer uit zijn neus. Bij de tweede, als mijn vader smoert, dan komt de smoer uit zijn mond, uit zijn neus en uit zijn oren. Bij de derde, bij mijn vader komt de smoer uit zijn gat. Allee, leugeners stappen dan gauw af. Maar Sander toch, zei die kleine donderbroek van zijn vaderboy. Hij zei, eet ze, zeg nou maar eens. Dan gaat het toch niet zeggen dat dat geen nicotine is, hè? Jammer. Kinderen de dag van vandaag. Een ventje van 12 jaar, die je weer beschuldigt dat een mamaske van 17 zwanger had gemokt. Dan stot dat manneke met zijn moeder voor de kinderrechter. Zei die moeder, maar meneer de voorzitter, dat moet u nou toch begrijpen, dat moet u nou toch verstaan dat dat niet kan. Dat is zo'n dingetje van mijn zoonke. Allee, dat kan niet, hè, zei ze. Alleen dan moet u dat zien. Die doet dat broekje van dat ventje nou. Die pakt dat gevalletje van dat manneke in haar hand. En stot er voor die voorzitter met te demonstreren. Je zei, alleen meneer de voorzitter, zit dan eens. Je zegt dat in mijn aankomst, ik kan niet liggen. Alleen zit eens. Dan gaat het toch niet zeggen dat zo'n heel klein dingetje, dat zo'n masker van 17 jaar zou kunnen bevruchten. Hè? Dat, zei die kleine, ma, schiet er rood of we verleden het proces. En dan die klan, die draak hier per dag met een rondje boten gaf voor zijn commissie te doen. Maar dat was een tifke. Ja, en op een zekere keer is dat beestje in een moeilijke periode. Bij gevolg, al die mannelijke hondjes begonnen dat te besnuffelen en te bespringen. Zijn vader, ja, weet je wat? Ik zal haar poep insmeren met mazoet. Ze zullen ze dan wel gerust laten. Allee, de klagen met dat rondje boten. En zo'n half uur later komt ze schreeuwen, Toos. Zei vader, ah wel, wat is Mirza? Hoe zei ze, pa? Ik denk dat de mazoet op was, want ze zijn zo'n baatanken. Ja. Nou moeten de plaat omdraaien, want ik me